National League is dit jaar in twee leagues opgesplitst. National League 1 en National League 2. En Haskey komt in National League 1 uit. Dus het hoogste niveau in België. Binnen Europa stelt de Belgische National League niet zoveel voor. Natuurlijk heb je de grote markten, zoals Duitsland, je hebt Zweden, natuurlijk Finland, Rusland, Tsjechië, Slowakije, die landen zit boven ons. Hè. Maar we zijn in de buurt van Nederlands bijvoorbeeld. Hijst op den Berg is een van de beste ploegen in de Belgische competitie. Haskey ondergaat de wet van de sterkste en doelman Korthout wordt zwaar bestookt, maar is goed tegen het pukgeweld beschermd door een 20 kilogram zwaar pak. Dat valt al wel goed mee. Soms een paar plekken dat je pijn hebt. Als ze op je hoofd komen, helm of niet, dat blijft pijn doen. Haskey kan met 3-12 de schade uiteindelijk nog beperken. En de Limburgers zien mogelijkheden voor de komende competitie. Wij verwachten als wij volledig voltallig zijn en terug een aantal buitenlandse spelers ook bij ons hebben, dat we ons toch beter gaan kunnen weren en ergens hopelijk in de middenmoot kunnen eindigen van de Eredivisie. We doen mee aan de competitie, dus hebben we kans. Maar we moeten zeker optimistisch, maar realistisch zijn. Voor ons is niet de win of de verliezen, maar hoe is dat gebeurd?